Ik sta hier bij Ceresteen. Dat is een soort verzorgingstehuis. Vroeger was het een oud kasteel. Nu is het helemaal modern. Maar daar hadden ze een hele mooie grote vijver voor. En er zaten altijd echt honderden grote kikkers in. Dan kon je gewoon een rietstengel plukken. Dan kon je gewoon met je met de rietstengel en een hap die erin. Kon je zo met de rietstengel kon je een kikker. Zo was het vroeger. En ze zaten gewoon overal. Wark, wark, wark. Mooie waterlelies. Echt schitterend. Nou, je ziet ze hier nooit meer. Sinds ze de boel verbonden hebben met zo'n buis onder de grond. En daar was ook zo'n hele mooie vijver. En ik zal het even laten zien. Kijk, daarachter. We zien die mensen van de zorg. Of die mensen. Die mensen die hun ouders nog willen zien. De zorg gaat gewoon door naar de boven. Staan ze achter een hekje. Hallo oma, hallo mama, dit en dat. Het is gewoon coronagekte. Nou, ik ben blij dat dokter Marcus Krauw een brief naar Merkel heeft geschreven. Wat ze de mensen ermee aan gaan doen. En hier was ook vroeger een hele mooie pool. Maar ja, hebben ze dat met zo'n bootje hebben ze dat opengemaakt. Nou, zie je ook geen kikkers en padden meer. Dus blijkbaar willen ze een pool. Kikkers. Ja, en padden. Nou, ik zal even een klein beetje kijken er doorheen lopen, maar ik heb mijn laarsjes niet aan. Ik denk, ik ga even boodschappen. Nou, hier. Er zit geen leven meer in, zie je dat? Geen leven meer in. Nou, heel apart. Dus het was vroeger hier zo'n hele mooie vijver. En hier was vroeger tandarts. Ging ik altijd 's middags thee drinken, kreeg je thee met melk. Elke dag dronken ze hetzelfde. Ik weet niet meer hoe die tandarts heette, maar ja, was wel een naam in ieder geval. Ja, maar ja. Ja. Dus wat staat daar dan? Babbelraam. Oh. Een babbelraam. Hier volgende, nog een pijltje babbelraam. Oh, dan mag je voor het raam gaan babbelen. Nou jongens, dat kan toch niet. Dan ben je ervan staan dat alles straks via Skype en gewoon. Kijk, wat die man daar nou doet, hè? Dat deden wij op de Mars ook. Gingen we voor de kinderen gingen we met krijtjes op de grond tekenen. Ding dong, hallo, met Barry. Ja, wat is er? Ja, maar je mag niet op de grond met krijtjes tekenen, zegt hij. Je mag niet op de grond met krijtjes. Hoezo dat dan niet? Ja, dat is graffiti. Ja, de verpauperte wijk. De verpauperte wijk. Nou, misschien, je ziet het overal tegenwoordig. En nou, dus het was gewoon om ons dood te koeieneren, meer niet. Moesten we het weghalen? Moesten we met water en anders ging hij dat laten we in ieder geval. Kijk, iedereen hangt de vlag uit hier, zie je dat? Nou, dus dan weet je zeker, die mensen die de vlag uithangen, die denken dat alles goed komt. Met hun vaccinatiepaspoort, chip. En het bedrijf dat gaat maken, dat is gespecialiseerd in genetica dingetjes en zo. Dus dan ben je straks hun eigendom. Zeggen ze ja, hallo. Dat is hetzelfde met Monsanto. Als ze er een beetje DNA in vinden van hun, wat ze zelf gefabriceerd hebben, wat ze gestolen hebben uit de natuur. Dat ze dat gepatenteerd hebben en ze vinden dat terug, is het van hun. Moet je betalen. Dus straks ben je ook van hun. En de democratie is totaal afgeschaft, hè? Totaal afgeschaft. Jette begon er al mee. Helemaal weg. Mensen denken nog dat. Maar ze kunnen je onteigenen zonder tussenkomst van rechters en civiele procedures. Dus gewoon van klimaat dit, huis weg, grond weg. U heeft nog zoveel dagen om uw terrein te verlaten.
Hey, u bent toch geen klimaatdenier? Nou, dan ga je. Jip. Iedereen denkt nog grote vakantie. Ja, dit wordt een hele grote vakantie. Nou. Ja. Volgens dokter Marcus Kraal gaat de middenstand en iedereen die daar een beetje omheen hangt, zijn werk verliezen. Nou, leuk. Nou, wat een droevigheid. Heb je alleen nog de big guys en de system. En de people. Nou, alles komt goed, jongens.